Vrijdagavond speelde NEC de topper in Sittard en het won met 1-2 van Fortuna. Na afloop spraken we met Mart Dijkstra en trainer Adrie Bogers. Adrie, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was een spannende wedstrijd. Ja, het was tot 94e minuut was het inderdaad alle hens aan dek. Wat vond je van het voetbal? Ik vond de eerste helft met vlagen prima, maar ook een aantal keren gewoon stom balverlies. En dat was eigenlijk een beetje waar we voor gewaarschuwd hadden, omdat je dan Fortuna in de kaart speelt. Dus dat hebben we de eerste helft met name wisselend gedaan. De tweede helft vond ik wel dat we goed begonnen. Er kwam heel voorsprong. Dat had ook zomaar 3-3 of 4-4 kunnen zijn. Uiteindelijk kom je met 10 man en dan is het heel veel verdedigen natuurlijk. Ja, maar het ontlading in de kleedkamer denk ik, of niet? Ja, nee, zeker was met name billen knijpen aan het einde. Maar we hebben hem er gelukkig doorheen gesleept. En dat geeft een goed gevoel. Dus iedereen is hartstikke blij in de kleedkamer. Had je verwacht dat Fortuna jullie liet komen? Of had je verwacht dat Fortuna juist druk zou zetten in het beginfase? Nee, want ik heb Fortuna alle wedstrijden gezien en die zakken altijd in. Dus die laten het spel aan de tegenstander. En ja, die wachten gewoon tot de tegenstander een foutje maakt. En dan zijn ze razendsnel eruit. Dus ook thuis spelen ze zo. Dus het was eigenlijk hartstikke herkenbaar. Ja, op een gegeven moment dacht ik dat NEC wel heel ver naar achter trok. In plaats van eigenlijk uit de 16 te blijven. Vond je dat ook? Bedoel je toen... Ja, met 10 man. Ja, dat is lastig. Want je moet natuurlijk op de counter spelen. En als we daar net niet precies genoeg uit kunnen komen, zeg maar, dan kun je ook geen druk houden. En dat was een paar keer het geval. En dan kun je beter achterin dicht in. Omdat ze 1-1 gingen spelen met een nummer 10. Dus dat was Jari Schuurman. Maar Het is een beetje de clown van het team, hè, of niet? Ja, zeker. Ja, duidelijk. Dat is duidelijk. Maar Nee, wat ik zeg, we moesten daardoor wel terug, omdat ze met veel mensen voorin en lange ballen gingen spelen. En dan moet iedereen een man oppakken. En dat was met name achterin wat er moest gebeuren. Dus dat hebben we gedaan. En toen kwam het op duels aan en daar waren wij er gelukkig in. Je gaat 4-4-1 uiteindelijk? Ja, we hebben natuurlijk altijd overleg. En soms twijfel je tussen 1 of 2 spelers of de manier van spelen. Ja, daarvoor zitten we met meerdere op de bank om samen te kijken van hoe we dat best kunnen doen. Dus dat was in principe al vrij snel dat we dachten van nou, we gaan het zo doen in die 4-4-1. En met de spelers die uiteindelijk in zijn gevallen. En dan 1 snelle man voorin, omdat we in Venlo met elkaar spraken. Toen koos je nog voor 4-2-3 was volgens mij. Ja, toen speelden we 4-3-2. Maar tegen Heerenveen hebben we eigenlijk ook, toen we achterkwamen, toen zijn we 4-2-3 blijven spelen. Dus ja, het is ook een beetje wat de wedstrijd verlangt. Hun speelden nu met een aanvallende middenvelder heel erg diep. Dus ik denk, ja, dan heb je in principe maar 2 middenvelders nodig. En werd het voor Sven heel lastig. Dus ik denk, met Langille heb je snelheid. Daar hebben we eigenlijk weinig mee kunnen doen. En dan nog even billen knijpen, de laatste 10 minuten. Ja, 100%. Kijk, uiteindelijk hebben we niet veel de tweede helft weggegeven. Alleen het is wel zo van, als die bal een keer verkeerd gaat, dan kan het natuurlijk ook anders worden. Ik moet zeggen, Ted en Golla hebben dat prima gedaan. Met Joris daarachter, die maakte wel een hele betrouwbare indruk. Dus dat was wel lekker.